Nee, ik vind deze informatieavond heel nuttig en ook erg goed dat het waterschap dit doet. Van alle openheid duidelijke zaken uitlegt. Het idee is met Dijk Inspiratieteams. De kwaliteit in het gebied. Maar dat we natuurlijk gewoon communiceren. Altijd goed te weten wat voor belangen er spelen. Dus het is goed om elkaar geïnformeerd te houden. Het zou mooi zijn als er een kaartje van was. In hoeverre wordt er nou een overview gegeven? Informatief. Ik had geen flauwe notie dat me te wachten stond. Ik heb gewoon even gekeken op de website. En ik vond het een helder betoog. En wat een leuk aspect daarin is, is dat het waterschap vraagt aan inwoners van het gebied om mee te denken. Voor mij is dat een nieuw aspect. Meestal is het zo dat een overheid zelf bepaalt wat er gebeurt. En deze vorm van directe inspraak vind ik heel erg leuk. Als journalisten zijn wij blij met elke openheid van elke overheid, dus ook van deze. We hebben ons opgegeven voor de Dijk Inspiratieteam, dus ik ben benieuwd wat eruit komt. De Dijk Inspiratieteams zijn voor ons ontzettend belangrijk, omdat dat de plek is waarin we de kennis van onze inwoners en ondernemers samenbrengen met de technische kennis van het waterschap. Ja, ik heb mij aangemeld voor het Dijk Inspiratieteam. Ik ga er zeker serieus over nadenken. Ja, dat heb ik afgelopen dinsdag in Etten-Leur ook gezien, waar ik met enkele direct betrokkenen heb gesproken. En zij zeiden ook, dankzij het Dijk Inspiratieteam konden wij onze belangen inbrengen en daar is goed naar geluisterd. Dus ik denk dat het goed werkt. We kregen de kans om mee te praten, dus dat doen we daar. Hè?